een mooie tas, jongens. Ik heb een nieuwe tas. Nee, natuurlijk is het geen tas. Het is een pakketje. Nou, helemaal leuk. Vol met kleding. Ik zal jullie wat meer over uitleggen. Want ja, ik vond het wel grappig dat er zo'n leuk handvatje aan zat. Oké, zoals je hier misschien al kan zien, staat hier Chiquelle op. Een tijdje geleden stuurde Chiquelle mij een mailtje of ik wat kleding wilde uitzoeken. Want wat is Chiquelle? Chiquelle is een Zweedse webshop en die willen nu meer bereik gaan opbouwen in Nederland. En daarom hebben ze YouTubers benaderd om die kleding op te sturen. Ik heb er verder niet betaald voor gekregen en ik zal gewoon mijn eerlijke mening geven. Want ik vind het ook altijd heel erg fijn om te kijken naar video's van kleding en webshops waarin mensen hun eerlijke mening geven. Zodat ik kan kijken of ik daar ook zelf wel echt wat wil kopen. Dus vandaag heb ik een paar kledingstukken die ik aan jullie ga laten zien. Ik laat aanbeelden zien. De linkjes zet ik ook nog in de beschrijving. En het allerleukste. Ik heb voor jullie een kortingscode. Want wie houdt er niet van kleding? Wie houdt er niet van korting? Nou, helemaal leuk. Ik zal even een beeld zetten en een beschrijving. En dan kun je dus 15% korting krijgen. Je hebt 5 dagen de tijd. Zo lang geldt de korting. Dus laat even weten als jij ook iets gaat kopen. Dan gaan we nu beginnen met de unboxing. Zo, ik heb een schaar erbij gepakt. Het was een heftige, drukke intro. Maar ik word altijd heel erg enthousiast van nieuwe dingen en unboxing en verrassingen. Dus even, ja, vandaar. Ik ga even kijken of ik het veilig kan doen. Oh, ik denk dat ik niet eens een schaar nodig heb. Hieronder zit zo'n ding. Oké. Wat het dus is. Ik kreeg dit pakketje dus heel erg snel binnen. Echt al binnen 1 à 2 dagen. En het moet helemaal vanuit Zweden komen. Dus dat vind ik behoorlijk snel en prettig. Oeh, het zit dus in zo'n plastic verpakking. En oeh, ben zo benieuwd, ja. Ik zal het er even zo uithalen. Hoppa. Dan zit er dus ook nog een brief bij met je order. Met wat er allemaal in gaat zitten. En ik zal het eventjes hier aan de kant leggen. En ik ga gewoon het stapeltje beginnen. Het zit ook nog in zo'n plastic verpakkingetje. Goed ASMR-geluid. En hier staat het logo natuurlijk nog een keer op. Oké, het is dus wel gewoon goed verpakt. Dat is altijd wel prettig. Want je wil natuurlijk geen gescheurde kleding hebben. Ik vond het wel lastig met de maat, omdat het natuurlijk een buitenlandse webshop is. Weet je nooit zo goed wat je nou moet doen. Dus we gaan zien of ik het ook allemaal past. Oké, dit is hem dus. Ik vind hem er best wel groot uitzien eigenlijk. Maar we gaan het zien in het aanbeeld of die ook echt zo groot valt. Er zit dus een kaartje aan met de naam. En ik heb deze besteld in maat S. Achterop zitten er van die knoopjes die je zo dicht kan doen. En dan heb je hier een soort kraagje. Ik ben nu even de naam vergeten van hoe dit ook weer echt heet. Maar dit zit dan een klein beetje in je nek zo. Vind ik wel prettig, ook als het wat kouder is. Want in Nederland weet je het dus maar nooit. Het is een leuk beetje bordeaux roodachtig paars kleurtje. Vind ik een keertje wat anders, heel erg leuk. En hij heeft best wel wat grotere, langere mouwen. En het stofje is dus heel erg zacht. Vind ik ook heel erg lekker. Maar ik ben dus heel erg benieuwd of hij niet te groot is. Dat gaan jullie nu zien in het aanbeeld. Oké, ik heb hem aan. De mouwen zijn wel inderdaad heel erg lang en groot. En zo vind ik het niet heel erg mooi. Maar ik vind het op zich wel grappig als je hem ook zo een beetje in je broek doet. Maar je kan hem dus ook combineren met een skaterskirt. Zoals dit gewoon. Een leuk zwart rokje. Ja, vind ik ook wel gewoon heel erg schattig staan. Misschien ook nog met een leuke ketting erbij. Of een leuke grijze rok, dat kan ook nog. Ik vind in ieder geval het stofje wel echt super lekker voelen. Echt zo lekker een beetje zacht. Dus ik dacht eerst dat die nog veel te groot zou zijn. Maar toch ben ik er heel erg blij mee. Dan zie ik dus deze blouse zitten. En hier was ik heel erg benieuwd naar. Want dit is wat gewaagder dan normaal. Dit is niet normaal een zwart blouseje. Want er zitten strepen op in blauwe kleur. Kijk. Oeh, het is wel een hele aparte. Oh, ik dacht een aparte stof. Maar er zit dus zo'n dingetje in. Ter bescherming. Het blouseje is wel apart. Ik weet niet of het echt een zweetstofje is. Maar, wow. Zit er, oh, ik weet niet hoor. Maar ik heb hem al gewoon S besteld, denk ik. Maar of ik ben gekrompen of al die kledingstukken lijken gewoon zo groot. Maar ik vind het er nu echt wel heel erg vet uitzien. Want ik ben de afgelopen jaren wel wat meer geworden van niet al te saaie kleding. Maar gewoon leukere kleurtjes en zo. En ik heb niet zo heel erg veel blousejes. Maar blouseje vind ik altijd wel heel fijn en lekker. Dus dit vind ik heel erg vet. Ook dit patroontje. Moet je gewoon even kijken. Ik vind het echt heel erg anders in een keertje. Heel cool eigenlijk. Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat staan. Ja, ik vind het print in ieder geval heel erg vet.
De blouse. Ik vind hem echt heel erg leuk. Het is echt zo anders. Echt, zoals Kiki zou zeggen, lekker out of the box. Nou, zeker. De mouwen zijn gewoon wat, zeg maar, zijn niet kort. Maar ze zijn ook niet lang. Ze zijn een beetje ertussenin. Vind jij zo'n speels effect? Je kan hem ook nog zo opstropen. En dit kleurtje is gewoon zo anders. Ja, ik vind hem erg leuk. Het stofje is best wel glad. Ik hoop niet dat je er heel erg in gaat zweten. Maar dat gaan we dus vanzelf zien. Maar het is ook nog heel erg leuk met... gewoon in een broek. Gewoon een voorstukje erin. Maar natuurlijk helemaal erin is ook gewoon heel erg schattig. Of ja, als je hem helemaal uitdoet. Het is wel heel groot. Moet je wel van houden. Maar dat is wel het model. En het is gewoon even lekker een keertje helemaal anders. Dan zie ik nog twee zwarte items. Oeh, dit stofje voelt ook weer apart. Ze hebben wel allemaal aparte stofjes. Maar niet op een slechte manier. En de stofjes voelen op zich ook wel een soort sterk of zo. Als dat kan. Oh, dit is denk ik het zwarte jurkje. Oeh. Wow. Oh my god, het ziet er dus weer zo groot uit. Ik weet niet of ik alles te groot heb besteld, maar even kijken. Ja, ik denk dat ik hier niet zo heel veel over kan zeggen. Dit is een, ja, gewoon eigenlijk een black dress. Want dat had het heel erg fijn om in je kast te hebben. Gewoon lekker simpel, maar heel erg leuk. Een zwart jurkje. En dit jurkje heeft een stofje wat een beetje meer t-shirtachtig is. Niet zo dat hele rek. Oké, ja, hij is wel een beetje rekbaar. Maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Niet echt zo'n blouse stofje, maar meer wat matter. Ja, ik vind deze qua grootte toch ook nog wel meevallen. Want dit model hoort gewoon eventjes wat ruimer te zitten. Hij is gewoon lekker wijd. Dit kan er ook voor zorgen dat je een beetje op een zak lijkt. Het is misschien ook lekker als je een leuk riempje omheen doet. Alleen die heb ik eventjes momenteel niet. Dus dat is wel even jammer. Maar ik vind het ook heel erg leuk om te combineren met een leuke lange ketting. Of misschien gewoon een grote ketting hierbij. Hij is ook niet te kort. Hij komt tot net boven mijn knieën. Dat komt misschien ook omdat ik best wel klein ben. Ik ben 1,65. En dan als laatste zie ik dus nog een trui. Want zoals ik al zei, het weer in Nederland kan elke dag totaal anders zijn. Ook in de zomer kan het hartstikke hard regenen. Vorige week was het nog heel warm en vandaag is het weer snerker. Maar oh, dit is zacht. Oh, dit is echt heel zacht. Wow, dit is dus een zwarte trui. En deze hadden ze dus in heel veel kleuren. En ik twijfelde om te bestellen in of het geel, een beetje zoals dit. Of in het wit. Ik dacht, wit wordt heel snel vies. En geel, ik weet niet of het me mooi zou staan. Dus ik dacht, ik doe zwart. Lekker safe, gewoon lekker. Desnoods is het gewoon een lekkere thuistrui. Want volgens mij is hij ook weer lekker groot. Maar van trui vind ik dat wel heel erg lekker. En hij is echt heel zacht. Het is echt zo'n lekker zacht stofje. Hij heeft dus een V-hals. Niet een diepe V-hals, want dat vind ik nooit zo prettig. Maar een klein V-halsje, dus niet echt een saaie kraag. En lekkere lange mouwen die aan het eind weer een heel klein beetje dichter bij elkaar komen. Oh, dit is echt heel zacht. Oké, jongens, in deze trui verzuip ik een beetje. Ja, hij komt tot hier. Hij is dus lang, maar vooral de mouwen zijn gewoon heel lang. En dan kan je ze wel opstropen. Maar dat gaat het niet worden. Dit wordt gewoon een lekkere thuischill trui. Of lekker voor op de camping. Vakantie als het koud is. Want hij is wel heel erg warm en heel erg zacht. En ik vind het wel een leuk effect dat hij hier open is. Dan kan je bijvoorbeeld zo, ik heb nu een kettingje om, hier een leuk kettingje doen. En dat vind ik wel heel erg schattig. Maar voor buiten de deur, voor echt een hele mooie outfit, wordt het niet. Want ja, te korte armen. Zo, nou, ik heb net al de aanbeelden gefilmd. Ik heb het allemaal gepast. En ik dacht eerst wel eventjes van, oh shit, gaat niet allemaal te groot zijn. Maar toch vind ik het heel erg leuk geworden. Vooral heerlijk stofje dit. Ander leuk kleurtje een keertje. De dress. De black dress. Het is altijd handig om in je kast te hebben. Lekker simpel. En ja, niet zo heel veel meer over te zeggen. Gewoon leuk. Dit blouseje. Hier ben ik het ziek en denk ik wel echt een beetje verliefd op. Het is gewoon een keertje heel erg anders. En ja, lekker out of the box. Ja, gewoon super vind ik. En dan deze trui. Jammer dat hij een beetje te groot is bij aan mijn armen. Maar ook gewoon lekker als een lekkere thuischill trui. Lekker zacht, lekker onder de dekens.
hoort er ook bij, toch? Heb je ook altijd wel iets nodig. Ik heb dus ook wat leuke combinaties laten zien. Hopelijk vonden jullie het ook leuk dat ik dus wat dingen had gecombineerd. Een keertje wat anders misschien. En ik ben heel erg benieuwd wat jij het leukste kledingstuk vond en of jij iets gaat bestellen. Laat het even weten in de reacties. En je kan dus 5 dagen lang met de kortingscode SHOPNIEUW 15% korting krijgen. En dat is dus best wel veel. Ik vind de kwaliteit van de kleding tot nu toe, ik heb natuurlijk nog niet echt dagen gedragen, vind ik ook echt dikke prima. De bezorging was ook heel erg snel, dus binnen 1 à 2 dagen. En het wordt gewoon bezorgd met DHL. En wat ook heel erg fijn is, je kan gewoon betalen met iDeal. Want op nog best wel veel buitenlandse webshops kan dat helemaal niet. En dan moet je dan met allemaal moeilijke bestelsystemen met een creditcard of zo. Maar ja, wie van ons tegenwoordig als je zo jong bent, heeft een creditcard? Nee, die hebben we niet. Dus dan kan je het daar niet bestellen. Maar wel. Lekker Engels, ik kan geen Engels. Maar hier bij deze webshop kan je dus lekker met iDeal betalen. Ik ben in ieder geval heel erg blij mee. Chiquelle, heel erg bedankt voor de leuke spulletjes. En ja, jullie bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat eens een leuke reactie achter wat je ervan vond. En zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. En als jullie meer unboxings willen, laat even weten in de reactie. Tot de volgende keer. Doei doei!